afvecht, hè, want hier is uiteindelijk maar één winnaar van. Maar wij zien er ook op toe dat wij met onze arbeidersgroepen, want wij doen dit echt wel gemengd, Ford en toeleveranciers samen, mijn voorzitters van bepaalde groepen, dus van die werkgroepen, die zijn volledig gemengd, hè, dus dat is mooi eraan. Want het is verdomme een fulltime job om de boel bij te houden, dat klopt. Hè. Ja, nee, ik vroeg me af, wat is dan eigenlijk jullie grote doel? Is dat dan zorgen dat Ford serieus gaat beginnen afdokken? Is dat zorgen dat Ford zijn contract gaat nakomen eventueel? Is dat zorgen dat er mensen vanaf 50 op pensioen kunnen? Of wat is eigenlijk jullie... Ja, ik denk dat wij niet, dat 50 op pensioen, daar ligt niemand wakker van ons. Want iedereen wil werken. Wilt iedereen een dikke gouden handdruk? Nee, daar ligt iemand ook wakker van. Ik denk dat wij duidelijk willen maken... Wij hadden een contract tot 2020, ofwel geef je ons werk tot 2020, ofwel gaat je ons betalen tot 2020. Maar wij zijn niet de egoïsten die zeggen van dat wij de luxe arbeiders zijn en daar een mooie dikke premie van willen krijgen. Nee, we willen duidelijk maken, ook naar de politiek toe, daar moet een wet voortkomen, gelijk een wet Renault, dat bedrijven of multinationals gelijk Ford Genk het verdomme moeilijk maken om weg te gaan. Want laten we eerlijk zijn, na Ford gaan er nog van die rampen gebeuren. Maar waarom zou dat niet kunnen op dit moment? Ford heeft al jarenlang, dus meer dan 10 jaar, geen belastingen betaald. Ford heeft loonlastenverlagingen gehad, die hebben premies gehad, motorenbelastingverlaging, noem maar op, de gekste premies allemaal heeft Ford gehad. Voor werkzekerheid, dus die hebben de overheid met hun nepstatuten ook voor werknemers, IBO-contracten en dergelijke allemaal, allemaal afwijkingen geweest voor Ford. Echt wel uitgebuit, hè? Laat maar zeggen. Nu, ik nodig u uit, betaal ons uw belastingjaar niet. En de overheid staat aan uw deur en die nemen uw huis in beslag. Dus wat zeggen wij dan? Ford heeft miljarden subsidies gehad en dergelijke. Dus wat moet de overheid zeggen? Dank u wel, dat fabriek is van ons. Gedaan met uw flauwe zever, dat is van ons en wij nemen dat hier wel over. En dat kan op verschillende manieren. Ofwel moeten we Europees gaan bekijken, dat je Europees zegt van een multinational die in verschillende Europese landen zich situeert. En ja, voor Ford zijn dat verschillende. Want we kijken eigenlijk alleen maar naar het economisch Europa, maar niet naar het sociaal Europa. Het sociaal Europa vind ik nergens terug. Dus waarom moet Ford Genk sluiten? Als er ten overcapaciteit is van wagens, doe dan een verdeling binnen alle vestigingen. Want binnen Ford, One Ford heet dat. Dus in theorie zou je elk model en elke vestiging kunnen bollen. Dan moet iedereen maar een steentje bijdragen en dan heb je een gelijke verdeling tegen landen tegen elkaar opzetten. Want met die 12% inlevering, dat was koehandel, hè? Want Keulen had zijn nachtschip afgeschaft. Ja, oké, je moet er boven gaan, want je werkzekerheid bouwen. Met Saint-Louis, ja, maar Valencia, dan moet je ook naar boven gaan. En we hebben het allemaal gedaan en toch zijn we ons werk kwijt. Dus we hebben ons er laten vangen in die koehandel. Ondertussen hebben ze wel een 4 vestigingen serieus geld bespaard en er nog eens bedrijf gesloten. Nu, loon 2020, want dat wil ik er blijven inpompen, is heel onrealistisch. Hè? Veel mensen kijken naar mij en zeggen, je gek? Denk je dat Ford u tot 2020 gaat betalen? Waarom niet? Misschien godverdomme vorig jaar het jaar daarvoor 8 miljard zuivere winst hebben gemaakt. Als je iedereen uitbetaalt, iedereen, voor Ford en toeleveranciers tot 2020, en dat zijn geen cijfers wat ik u geef, hè, die komen van de Universiteit van Diepenbeek, Hasselt moet ik nu zeggen tegenwoordig, is 2,2 miljard. Dat is nog niet 1/3 van de zuivere netto winst van 1 nutteljaartje. Op het moment dat Ford te kennen gaf dat zijn Ford Genk ging sluiten, ging een aandeel 1,5% omhoog. Weet je hoeveel dat was? 300 miljoen euro. Diezelfde dag zegt Ford tegen ons, wij zijn bereid $100.000 te geven per werknemer voor die boel te sluiten, gemiddeld. Weet je hoeveel dat was opgeteld? 378 miljoen euro. Dus die hele sluiting zou geen bal gekost hebben, zou voor mijn uitdrukking, geen bal gekost hebben, gewoon met de kennisgeving, gewoon een aandeel 1,5% omhoog. Snap je? Dus wij zitten altijd te denken in plaatjes van zouden ze dat wel kunnen betalen? Die kunnen dat perfect betalen, jongens. Perfect. En we blijven erbij. Ik
je hebt ons werk afgepakt en je gaat ervoor betalen. Zo simpel is dat. Ja.